Rijksmuseum Boerhaven in Leiden heeft de gedwongen periode van sluiting tijdens de lockdown gebruikt om Waterland op te knappen. Dat is de waterspeelplaats in de binnentuin van het museum. Begin van de maand ging het museum weer open en vrijdagmorgen volgde ook de waterspeelplek. En die opening werd verricht door kinderen van klas 6 van de Lorentzschool. Zij legden de laatste emmers water in de speeltuin, zodat het waterniveau weer op peil kwam. 5, 4, 3, 2, 1. Waterland Boerhaven is nu weer klaar om tijdens de openingsuren van het museum kinderen te ontvangen. En die kunnen er spelen en tegelijkertijd leren. Bijvoorbeeld wat erbij komt kijken om Nederland veilig te houden op het gebied van water. Voor het eerst dat er een schoolklas weer lekker aan het spelen is in de waterspeeltuin. Is hij alleen maar heropend omdat hij ook dicht was met het museum of is er ook wat gebeurd hier? Maar we hebben de tijd van corona ook gebruikt om hem weer op te knappen. Want we hadden al een tijdje last van wat water wat weglekte. Dus dat hebben we helemaal kunnen oplossen in de coronatijd toen we toch dicht waren. Ja. Kinderen kunnen er een polder droogmalen en bootjes lossen in de haven. En ook leren ze hoe je water omhoog kan pompen met de schroef van Archimedes. Alle speelelementen van de waterbaan beïnvloeden elkaar. En zo leren ze dat je moet samenwerken om het waterpeil te beheersen. Als voorbereiding op een bezoek hebben de leerlingen van de Lorentzschool in de klas al verschillende opdrachten over water gedaan. En die kwamen uit het educatieve programma van Rijksmuseum Boerhaven. Deze waterspeeltuin, ja, die zit vol met mogelijkheden om te zien hoe water werkt, hoe objecten in water drijven. En je hebt gewoon, denk ik als kind, heel veel plezier. Maar tegelijkertijd zie je heel erg veel van de mogelijkheden van het water. En is dat dan ook een onderwerp waar jullie op school nog aandacht aan besteden? Dat is wel heel erg leuk, want de leraren in voorbereiding op dit bezoek vroegen ook aan Boerhaven om... Zijn er lessen waar we mee kunnen voorbereiden? En dat is ook gebeurd. Dus ze hebben al een aantal lesjes gehad. En ik denk dat ze al heel erg goed wisten wat er zou gaan gebeuren. Theoretisch en dan nu de praktijk. Hoewel het museum nu weer open is, moeten bezoekers nog wel vooraf een tijdslot reserveren. Dat kan via de website. Zo weet je zeker dat je het museum kunt bezoeken en ook een plekje hebt in de waterspeelplaats. Moet hij het water in? Ja! Ja! Ga je mee? Dan moet ik ook. Ja, denk het wel, ja.